alles wat we nu noemen, is nostalgie. Behoefte aan een fotoalbum. Voortdurend achter onszelf aan blijven lopen, omdat we voortdurend terug willen blikken, ergens bij stil willen blijven staan. Maar stil is een leugen. Nu is een leugen. Wij is een leugen. Ja. Maar die andere man had ook gelijk. Die van die gekleurde wolkjes. Ja. Alles wat zou kunnen zijn, is er al. Totdat wij mensen, wij intelligentie, gaan meten, gaan observeren. En dan leggen we het vast, iets wat wij onze werkelijkheid noemen. Terwijl in al die andere mogelijke werkelijkheden bestaan al die andere mogelijke mogelijkheden nog steeds. Er bestaat een werkelijkheid waarin Napoleon niet in Waterloo is verslagen. Er bestaat ook een werkelijkheid waarin Hitler niet ooit democratische verkiezingen won. Omdat wij willen meten wat de snelheid van een deeltje is, kunnen we per definitie niet meer weten wat de positie van dat deeltje is. En andersom en omgekeerd. Dus alles wat ik ooit zou kunnen verzinnen, is dan per definitie een werkelijkheid. Ja, volgens die man van deze kleur. Ja. Dus als ik me voorstel dat ik jou nu. Ja. En je zegt nee. Ja. Dan is dat hier en nu in onze werkelijkheid dus nee. Maar in een andere ja. Ja. Misschien.